ben een Zweed. Ik kom zelf niet uit Lapland. Maar als kind gingen we altijd op vakantie naar Lapland. En ik vond het zo mooi met de middernachtzon en vissen en in de bergen. Dus ik heb ontzettend veel met Lapland. Verder waren mijn opa en oma, die waren in de jaren 20, waren ze als evangelisten op de tandem ook door Lapland heen actief. Dus we hebben hier heel veel vrienden, heel veel geestelijke familie eigenlijk. Dus in die zin heb ik heel veel van het vuur, om het zo maar te zeggen, wat hier is, heb ik meegemaakt. Ik geloof dat God me gemaakt heeft om hem te loven en te prijzen, hem te aanbidden met mijn hele leven en hoe ik ben. Maar ik heb ook een muziektalent gekregen en ik wil dat van God gebruiken tot eer van zijn naam. Mijn oom die woonde een paar of een eindje hier vandaan. En dan gingen we vaak hierheen en dan gingen we hier zwemmen. We gingen vuurtjes stoken. We gingen cowboy. Tafereelen gingen we nadoen. Dat was, je ging de natuur in, je bouwde hutten. Het leven in de natuur was gewoon ontzettend mooi. Je ging de berg op die we hier achter hebben. Daar, een van de dingen wat was om daar naar boven te gaan. Dat had iets spannends. Je hoort alleen maar de wind waaien. Je hoort de stilte. Of je hoort de stilte, ja, het is stil. Dan hoor je bijna niks. Dus dat was altijd. En dan het mooie, dan kwam je hier vuurtjes stoken, worstjes grillen. Dat gaan we zo meteen ook doen. En had je warme chocolademelk meegekregen. Dus dat was gewoon, dat had wat. En dan s'avonds met je vrienden zat je hier. Het was ook vaak ook een gevoel van saamhorigheid wat je met elkaar beleefde. De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn recht. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht, mijn burcht en mijn redder. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn God. Kent u dat gevoel? Iets kwijt te zijn. Een van de meest gewone dingen die we kwijt raken, zijn vaak onze sleutels. Vieze sleuteltje. Of de huisopers, waar heb ik hem neergelegd? En alle stress, heb je hem ergens neergelegd waar je niet bij stil hebt gestaan dat je hem daar hebt neergelegd? De paniek die je aangrijpt, ik moet weg. Maar er zijn diepere gevoelens van iets kwijt raken. Je kan dingen kwijtraken, maar je kan er soms ook relaties verliezen. Relaties die wat voor je betekenen in een bepaalde periode van je leven. Relaties die je warmte gaven, geborgenheid gaven. Zo kan je ook op het punt komen dat je zegt, ik ben iets heel belangrijks in mijn leven kwijtgeraakt. God, de schepper van hemel en aarde, die kunnen we kwijt zijn. En als wij de psalmen lezen, dan kom je in de psalmen juist die gevoelens tegen. En als je dan om je heen kijkt en je ziet deze bijzondere natuur, dan zie je de hand van de schepper erin. En dan komt daar die vraag, waar bevind ik mij op de kaart van de schepper? De Bijbel leert dat wij als mensen geschapen zijn met de eeuwigheid in ons. Bewust zijn van de vraag, waar kom ik vandaan? Waar leef ik voor? En waar eindigt mijn leven? Of eindigt mijn leven überhaupt? Nou, die vraag die komt ook in Psalm 42 naar voren. En daar gebruikt de psalmist de woorden als een hinde die verlangt naar water. Smacht mijn ziel naar u, o God. Smachten, verlangen. Ik kan je voorstellen, je maakt een tocht door de woestijnen. En door de haast en de stress die wij als westerlingen kennen, neem je te weinig water mee. In plaats voor een week neem je voor 5 dagen water mee. Op de 5e dag dan is dat water in die veldfles warm.
smaakt niet. Het is alleen maar dat je lichaam het nodig hebt dat je het tot je neemt. Maar wat zou het dan fijn zijn met dat frisse, heerlijke water. Roep levend. God heeft ons levend gemaakt. En als wij God zoeken, dan mogen wij de levende God zoeken. Juist waar je de schepper ervoor was, dat juist die immense stilte. Dan voor te stellen dat het zomers, dan ging ik met mijn ouders hier op vakantie. Ik kwam hier uit drukke Nederland. En dan kwam ik hierheen en ik weet dat ik soms bang was. Vanwege dat het zo stil was. Je hoorde je hart bijna slaan. Ik weet, we gingen bijvoorbeeld in de zomer, dan is het de hele nacht is het licht. Maar dan als het naar augustus leidt, dan opeens dan wordt het alweer donker. En dan ging je vaak naar meren, want hierachter heb je verschillende meren. Je hebt een meer dat heet Hunsche Tjern. Heerlijke plek om te kunnen vissen. Maar dan moest je je weg weer door dat bos heen vinden. Het was al donker. En elk iets wat kraakte, dat maakte je verstijfde van angst. Wat kan het zijn? Een beer? Een eland? Wat is het? Dus gewoon het dicht bij de natuur leven. Dat maakte me bewust van hoe groot God is en zijn schepping. Ik denk ook dat je op zo'n plek, wat ik kan me herinneren, in tijd schreef ik gedichten. Tekenen en schilderen. Dat komt allemaal naar boven. Datgene wat je ziet wil je vastleggen. Het is rust voor je ziel. Kennen van God is iets wat ik mee heb gekregen van kleins af aan. Mijn leven is een wonder. In eerste instantie toen mijn ouders in 1954 naar Nederland kwamen, werd ik getroffen door de kinderverlamming. En kreeg ik reumatische koorts. Dat hield eigenlijk in dat deze ziektes een hele grote inbreuk in mijn leven, om de verdere ontwikkeling van mijn leven zou hebben gehad. Maar door gebed ben ik genezen. Ik ben genezen van kinderverlamming. Ik heb geen of weeën ervan. Reumatische koorts zou betekenen dat mijn hart een schade op zou hebben gelopen. Geen last van. Daarin hebben we gezien dat in ons gezin, bij mijn ouders, was het kennen van God heel concreet. We baden voor het eten, maar we baden ook wanneer er tegenslag kwam. Dus ook het zoeken van Gods aangezicht, zijn antwoord vinden, was een natuurlijke zaak. En ik weet niet het moment dat ik werkelijk kan zeggen dat ik de Heer Jezus in mijn hart heb toegelaten. Maar het zal waarschijnlijk een moment zijn geweest dat mijn moeder naast mijn bed geknield heeft. En waar ik persoonlijk ook gebeden heb gezegd van Heer Jezus, kom in mijn hart. Come back.
Het is heel mooi, de psalmen. Er zit elke emotie in. Als je leest over David die in de diepe ellende zit. Hij wordt achtervolgd, wordt naar het leven gestaan. Hij kan altijd bij God terecht om zijn verdriet te uiten, om te klagen. Maar hij eindigt altijd met, ik zal de Heer loven, ik zal hem prijzen. En op een of andere manier komt God hem dan tegemoet. De Heilige Geest die komt in hem. En ook al zit hij in de ellende, ook al zit hij in een grot en is hij omringd door vijanden, midden in die ellende, door het loven van de Allerhoogste God, lijkt het of zijn hart opveert. En dat gebeurt bij mij ook als ik die liederen zing, die teksten zing. In de opwekkingsbundel staan heel veel mooie liederen, geschreven door hedendaagse componisten, tekstdichters. En ik geloof dat we ons heel erg laten inspireren gewoon door de psalmen. Want eigenlijk staat alles in de psalmen. Open de poort zodat de koning binnen kan gaan. Dat is echt een basis gegeven in de psalmen. Dat soort zinnen komen keer op keer terug. Of loof de Heer, want hij is goed. En zijn liefde duurt tot in eeuwigheid. En ik geloof dat moderne liedschrijvers, aanbiddingsliedjesschrijvers, ja, enorm hun wortels in de psalmen hebben. Ik denk dat heel veel liederen sowieso hun wortels hebben in de psalmen. Ik denk dat David als grote psalmdichter ons enorme voorbeelden heeft gegeven. Hoe we oude teksten van hem kunnen gebruiken, maar ook onze eigen psalmen als het ware kunnen schrijven. En in Zweden heb je, op zich spreek je over de psalmen. Maar in de Lutherse kerk dan zeg je, een psalm kan ook gewoon een lied zijn in de kerk. Dat hoeft niet per se uit de psalmen van David of uit de Bijbel te zijn. Er is een enorme koppeling met de psalmen. En binnenin ruikt het helemaal. Het ruikt naar hars en lekker. Ja. Nu gaan we kijken naar een specialist die, wat wij zouden zeggen, nat hout aan het branden krijgt. Het mooie is dat deze mensen zijn nooit onthand als ze in de bossen komen. Ze weten met de natuur om te gaan. Een lied wat echt eigenlijk alles samenvat, dat is hoe lieflijk is uw woning. Mijn hart en mijn ziel die smachten naar de tegenwoordigheid van de Allerhoogste in zijn woning. En eigenlijk gaan alle psalmen daarover. Ongeacht je situatie, waar je ook bent, je kan de tegenwoordigheid van de Allerhoogste opzoeken. De andere psalm zegt, wie hem eren, zien zijn aangezicht. Het loof en prijs van God is een sleutel van het zijn in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. En waar je dan ook bent, daar is zijn tempel. En nu zijn we in een hele mooie kerk hier. En het is een godshuis. Maar wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Dus waar je ook bent, op je stoel thuis of in het bos of in deze kerk. God is in ons. En op het moment dat we hem gaan loven en prijzen, dan openbaart hij zijn liefde en zijn heerlijkheid in ons leven. En dat is waar ik zo naar verlang. Als we hier in Lapland zijn, met de uitgestrekte bossen, meren, rivieren, watervallen, dan gaan mijn gedachten naar een moment uit in mijn leven wat zo'n 10 jaar geleden plaatsvond, toen ik samen met mijn gezin in Frankrijk op vakantie was. En op een dag ging mijn vrouw samen met mijn dochter naar een rommelmarkt. En het is altijd leuk om naar rommelmarkten te gaan. Maar ik had die dag geen zin om daarheen te gaan. Ik bleef voor de tent zitten en daar zaten we aan een
mooi kabbelend water. En dan gaan je gedachten gaan uit naar dingen die je beleeft. Maar ook dingen die je hebt meegemaakt. Na een poosje kwamen mijn vrouw en mijn dochter kwamen terug. En mijn dochter die kwam al enthousiast op me afrennend. Ze zei, papa, ik heb wat moois. En toen haalde ze dit poppetje tevoorschijn. Een samenpopje. En toen ik het zag, herkende ik het. Bij ons thuis hadden we verschillende van die samenpopjes staan. En ik kreeg het van haar. Ik draaide het om. En daar stonden insignes van de kunstenaar die had gemaakt. Bengt Fransson. Laat het zijn dat deze man een goede kennis voor mijn ouders was. En waarschijnlijk was dit popje geschilderd in de begin 50e jaren. En in die tijd werkte mijn moeder bij hem om deze popjes te schilderen. Zelf ben ik geboren in 1951. En dan ben je in Zuid-Frankrijk op een camping en dan komt je dochter met iets wat waarschijnlijk in de handen van je moeder is geweest, die zij geschilderd had. Maar ik zag het eigenlijk meer als een knipoog van God. Jouw leven is mij bekend. En ik wist ook wat mijn ouders in die tijd meemaakten. Ze kenden de roeping van God om de zending in te gaan. Ze hadden hun leven aan God gewijd. Ze hadden gezegd, God, als u ons kan gebruiken, gebruik ons. En ik weet niet met wat gedachten ze het poppetje geschilderd heeft. Het is best kunstig. Maar ik weet zeker dat in die dagen ook de vraag naar God lag van God, wat gaat u met ons leven doen? Wat gaat u doen met de kinderen die we krijgen? En dan te mogen ervaren dat je zoveel jaar later, dan praten we over 40, 45 jaar later, dat je opeens iets in je hand hebt wat je moeder in de hand heeft gehad. Maar wat niet alleen maar je moeder in de hand heeft gehad, maar wat een bestemming heeft. En dan te weten dat God heeft een bestemming met ons leven. Ik werd er helemaal warm van. Ik werd er stil van. Te weten dat ons leven niet zomaar is. Maar dat er een meesterplan achter ligt. God heeft een plan met ons leven. En die dan te vinden, dat is spannend. Toen we hier de begrafenis hadden, toen was het heel veel sneeuw. Het was midden in de winter. Ja, het is wel wat als je dat... Ga zijn poorten binnen met dankzegging. Ga zijn hof binnen met lof. Dus even naar de plek gaan waar mijn vader ligt. Oeh. Mooie zon. Dit is het graf van mijn vader. Gereinigd, gelouterd, zal ik de nieuwe wereld binnen mogen wandelen als een dauw frisse ochtend. Dat was een van zijn gedichten die hij had geschreven. Hij schreef heel wat gedichten. Hij was degene die hier in de jaren 50 predikant was in de gemeente hier. Maar ook heel duidelijk de roeping van God kende van jongs af aan om in het evangelie te gaan, door te dienen. En ook heel bewust werd om als zendeling naar Nederland te gaan. Ja. 1955 gingen we als gezin naar Nederland. Ja. Als ik u voor dankbaarheid mag zeggen. Ja. Hij was niet alleen mijn vader, hij was ook mijn vriend. Collega. Ja, heel erg dankbaarheid. Doet me wat. Ja. Dat is ook zo'n moment waar je ook aan terug kan denken. Een herinnering die je... Ja, warme gevoelens die je mag ervaren voor dingen die je met elkaar beleeft, ook in het geloof.
Hij was het voorbeeld van in mijn geloof. Zonder zijn voorbeeld zou ik